Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Hallo. Waar ik wel zeker van ben, is dat jullie de finishlijn met glans bereikt hebben. Pessemier Manno. Schilds Martijn. Dag Alexander, dit is een speciale dag, een speciale gelegenheid. Een coronaversie van de programmatie. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Goh, we hebben eerst lang afgewacht wat er mocht en kon. En dat was toch niet evident. De regelgeving veranderde iedere 5 minuten op den duur. Hè. En dus ja, we zijn nu wel na 1 juli, dus het is iets beter. Maar het blijft toch binnen een schools gegeven waar de regels vrij streng waren voor het middelbaar. Maar goed, kijk, we hebben er iets van gemaakt. Ja. De leerlingen komen vanuit 3 hoeken de school binnen. Wat staat er allemaal te gebeuren? Ah, de leerlingen worden geproclameerd. De leerlingen moeten een diploma ondertekenen. De leerlingen mogen een hoedje in de lucht gooien. Ze worden gefotografeerd. En ze nemen afscheid van elkaar en wij nemen afscheid van hen. Dag Ruben. Het is een speciale dag vandaag. Hoe ervaar je dat? Ja, ik ben wel blij. Na 6 jaar ben ik eindelijk afgestudeerd. Ja, ja. En wat brengt de toekomst? Heb je plannen om verder te studeren? Ja, zeker, zeker. Volgend jaar naar de UGent, handelswetenschappen studeren. Ja, ja. Oké, en heb je al toekomstplannen, een beroep in gedachten? Nog niet, dat is iets te vroeg. Ja, oké. Hoe heb je die 6 jaar hier ervaren in het college? Heb je daar veel bij geleerd? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat is hier een heel goede school. Ja. Dus ik heb hier heel veel bij geleerd ook. Ja, oké. Ik zou zeggen, heel veel succes in Gent en veel plezier daar ook. Ja, dank u wel. Dank u. Fran Goossens, directeur van de secundaire afdeling hier. Speciale dag voor de leerlingen. Het is natuurlijk een heel speciale proclamatie. Heel anders dan dat we gewoon zijn. Normaal maken we er een heel feestelijke happening van in de Plomblom. Ja. Met optredens van alle leerlingen, met heel veel speeches, met heel veel foto-opnames. Met nadien een geweldige receptie waar we samen met leerlingen en ouders tot laat blijven plakken. Een receptie volledig voorbereid door onze leerkrachten. En het is heel fijn om dan ook met de ouders en met de leerlingen zo terug te blikken over het voorbije schooljaar. Hoe heb je de laatste maanden ervaren op studieniveau dan? Ja, meer zelfstandiger dat we zo zijn geworden. We hebben meer via live sessies en zo eigenlijk alles zelf meer moeten doen. Maar ik vind dat wel nog een goede training voor volgend jaar, want daar is het ook dan meer individueel dat we gaan doen. Allee, individueel werken. Maar ik denk dat de leerlingen het heel goed gedaan hebben. Ze hebben dat schitterend gedaan en ze hebben heel wat competenties geleerd die ze in op andere momenten niet zouden geleerd hebben. Dus dat is dan het positieve. Natuurlijk merken we dat het sociale contact op een school toch een heel belangrijk gegeven is. Er zijn een aantal leerlingen die het schitterend gedaan hebben, maar ook een aantal leerlingen die je niet echt kan bereiken, die het moeilijk hadden alleen thuis. En daarom denk ik en hoop ik dat we zo snel mogelijk weer naar een normale situatie kunnen gaan. Dus we zullen zeker zaken meenemen uit het afstandsonderwijs. Maar ik hoop toch dat we zo snel mogelijk weer samen met onze leerlingen op school zullen kunnen lesgeven. Ja, Gea, ja. Hoe hard heb je naar deze dag uitgekeken? Lang. Echt. Ja, ik kijk er eigenlijk al lang naar uit. Ja. Ja. Je bent hier in de eerste humaniora begonnen? Ja. Ja, in het eerste middelbaar ben ik hier begonnen. Ja. En dan het zesde en. Ja. Welke richting heb je gevolgd? Eerst heb ik Latijn gevolgd een jaartje, dan Moderne en dan nu Wetenschappen Wiskunde 6 uur. Ja. En wat brengt de toekomst? Ja, dat is een goede vraag. Daar moet ik nog even over nadenken. Maar misschien eerst de biometrische en dan volgend jaar proberen het geneeskunde-examen te doen. Oké. Okay. Ja. En welke universiteitsstad wordt het?
Gent of Brussel. Ja. Jouw vriendin wil samen met jou in Brussel zitten, denk ik. Ja, ja, dat is waar. Ik moet zeggen dat het toch wel, ik heb er ouder ook een positief gevoel aan over. En dat positief gevoel komt vooral van de samenhorigheid. Ik denk dat leerlingen online met hun leerkracht heel veel individuele contacten en persoonlijke contacten gehad hebben. En dat dat ook een band gesmeed heeft. Want wij moesten eigenlijk allemaal door hetzelfde door. En daar denk ik dat we allemaal een stukje sterker zijn uitgekomen. En ik ben leerkracht economie en vandaar bekijk ik ook het leven langs de positieve zin en denk ik, in economie zijn er ups en downs, maar geen enkele down blijft ooit duren. Ja. En dus ook als het nu een down, een dieptepunt is, we komen daar wel uit. Maar zo elkaar eens goed kunnen vastpakken, dat is er niet bij. Ja, dat is natuurlijk heel spijtig, want die huidhonger, zoals men zegt, die is wel heel groot. Mensen willen elkaar feliciteren, willen ja, dat nauwe contact, dat fysieke contact, dat is onmogelijk. Ja. En dan merk je dat dat toch ook wel heel belangrijk is in het leven. Op zo'n plechtige dag als vandaag, zijn de ouders er normaal bij? Ja. Hoe wordt het vandaag opgelost? Ja, via livestream. Ze zitten nu allemaal thuis, ook mijn grootouders en al. Dus dat kunnen zij ook meekijken via de livestream. Dat ze hier gaan doen. Oké, speciale dag voor de leerlingen. Dat is nu een andere versie. Maar ook voor u een speciale dag. Want u verlaat de school als directeur. Ja, inderdaad, ik verlaat de school. Ik verlaat niet de scholengroep, want ik word algemeen directeur van het Hartencollege. Ja, een nieuwe uitdaging. Misschien wel ook een beetje met spijt in het hart. Het is hier een fantastische school. Een fantastische school met fantastische leerlingen en een geweldig korps. Maar ik ben niet weg. Ik blijf hier als algemeen directeur en ik zal nog heel dikwijls hier op de school zijn, op alle scholen van het Hartencollege, op de secundaire scholen, op beide secundaire scholen en ook op alle basisscholen. Ja. En hoe ervaar je de ganse coronaproclamatie vandaag? Ja, dat is wel aan mijn tand, vind ik. Met dat mondmasker, dat maakt het zo, ja, minder, hè. Maar ja, ik vind het wel tof dat we het nog altijd doen. Ja. Ja. Komt er nog een feestje? Ja, sowieso. Sowieso. Veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Dendenstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Dendenstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.